De discussie die ontstond over de Zevenhuizerlaan, naar aanleiding van de plaatsing van extra paaltjes door de gemeente Heilo op de Stationsweg, lijkt niet van dezelfde omvang te zijn. Volgens bewoners zouden de snelheidsbeperkende paaltjes daar ook leiden tot problemen, maar afgezien van de aanmerkelijk lagere verkeersdrukte zijn de paaltjes zodanig geplaatst dat dit niet direct leidt tot gevaarlijke situaties. Wel is het zo dat een van de paaltjes wat onhandig dicht bij de zijweg Spanjaardslaan geplaatst is, waardoor met name grotere voertuigen de bocht niet of nauwelijks kunnen maken zonder het paaltje te raken. Dit heeft er dan ook al toe geleid dat dit paaltje al eens door een voertuig geraakt is.